Ja. Maar belediging is ook iets wat in de perceptie van de ontvanger zit. Daarom is het zo lastig. Dat maakt het zo subjectief. Als jij mij een eikel noemt, dan... Kan dat jou enorm beledigen. En misschien ben ik wel een eikel. Ja. Dat zou best kunnen. Maar het kan me ook heel erg beledigen. Maar misschien bedoel jij het heel aardig. Ja, en het punt is meer, kijk, als ik zeg je bent een eikel, ik zou het misschien kunnen bewijzen. Maar het is gewoon helemaal niet relevant. Maar ja, misschien heb ik feiten. Welkom, lieve mensen, opnieuw bij de podcast Boven het Maaiveld. De meest inclusieve, ook wel een beetje exclusieve podcast van Nederland. Ik ben Wiebren van Haga. Ik ben Jenas Ramotarsing. Ja, we gaan er weer een mooie middag van maken. Ik heb gezien dat er heel veel mensen de vorige keer hebben gekeken. We hebben even een beetje het laten liggen. Dus volgens mij is het 3 weken geleden. Nee, 2 weken. 2 weken, oké. Okay. 2 weken geleden. Nou, we proberen natuurlijk 1 keer per week deze podcast te gaan doen. En we behandelen een stukje filosofie en wijsheden van Jernas. Een beetje terugblik van de politieke weken van hiervoor. En een beetje een vooruitblik. En nog een paar hele rare dingen die er zijn gebeurd. En we moeten beginnen bij groot nieuws voor BVNL. Want Gianni Hovenstad uit Wormerland, een gemeenteraadslid daar, is overgestapt naar BVNL. En dat is natuurlijk altijd heel mooi. Hè? Het is... overstappen, dat gebeurt vaker. In Engeland heet dat floorcrossing. Niks mis mee, als om de goede reden gebeurt. Precies. En sommige mensen noemen dat dan zetelroof. Nou, dat is helemaal niet waar, want je hebt eerst je zetel veroverd... en daarna is hij van jou. Zo werkt het nou eenmaal. Dus Johnny, van harte welkom. En als andere mensen willen overstappen, goed gesprek. En je moet natuurlijk niet een heel raar persoon zijn, maar dan... Wij staan er in ieder geval voor open. Ja. Even kijken, wat is er afgelopen week gebeurd? Geert Wilders is naar Ter Apel geweest. Ja, dat is natuurlijk... immigratie staat hoog op de agenda. We hebben het ook teruggezien op het VVD-congres... waar Sophie Hermans toch echt benadrukte dat Mark een keer in actie moet komen. Wilders had weer dezelfde retoriek. Mensen die een misdaad begaan moeten worden teruggestuurd. Hoe sta jij erin? Nou, vanuit de Kamer gezien ook. Nou, vanuit de Kamer. Ik ben 38 jaar VVD-lid geweest. En ik ben naar al die congressen geweest. En dan ga je daar dus naar een congres. En dan zie je Sophie tegen het publiek zeggen. Ik weet niet hoeveel mensen er waren. Maar ik was trouwens wel uitgenodigd. Oh, dat is wel netjes. Dat vond ik wel leuk. Het was zo'n open liberaal verhaal. Ik ben wel geroyeerd, maar ik was wel uitgenodigd. Dus ik heb nog even overwogen. Maar ik dacht, om al mijn vrienden nu na zo'n korte tijd alweer te zien... dat vond ik een beetje snel. Maar dan blijkbaar heeft Sophie daar gezegd van... Mark, je mag niet op vakantie. Het kabinet mag niet op vakantie als er geen oplossing is. Is dat dan voorop gezet? Hebben die twee dat helemaal besproken, ja, denk je? Ja, maar als rechtgeaarde, klassiek liberaal... je gaat naar zo'n congres, je bent al jaren lid... je draagt de partij een warm hart toe... en je krijgt voor de zoveelste keer in 13 jaar... kreeg je te horen, ja, die asielcrisis... Ja, ik beloof je, ik ga maatregelen nemen. En dan komt je laat je met een kluitje het riet insturen. En ik vind dat echt, echt treurig. Ik had nu echt verwacht, er komt een motie van wantrouwen. Of er komt oproer. Nou, helemaal niks. Iedereen ging vrolijk bitterballen eten, bier drinken en weer naar huis. En dan denk ik, jongens, vorig jaar zijn er 402.000 mensen Nederland binnengekomen. Oké, gelukkig zijn er nog wat mensen weggegaan. Maar het netto saldo was 228.000 mensen. Veel te veel. En Mark Rutte staat daar. Ja, maar we willen ook geen kabinet laten vallen. En het is oorlog in Oekraïne. Dus het is heel precair. En ondertussen wordt Nederland verkwanseld. Iedereen rent de grens over. Zegt Suria. Krijgt hier een huis, een baan, een auto. Een Nederlands paspoort na 5 jaar. Wat vind je dan van een Mirjam Bikker die zei... 70.000 is op korte termijn te dragen... Ja, kijk, Mirjam Bikker van de ChristenUnie is een religieuze conservatief. Ja. Met een groot hart vanuit de Bijbel. Dus die zegt, mijn huis staat open voor iedereen. Niet letterlijk haar huis, maar Nederland is dan het huis. Ja, jouw huis ook, ja, mijn huis ook. Met de wet spreiding bevolking kunnen ze jouw huis inmiddels ook innemen. Nee, maar goed, ik vond het goed dat Geert Wilders daar langs ging in Ter Apel. Dat vind ik mooi. En dat je ook oog hebt voor de mensen in Ter Apel... die compleet kapot gemaakt worden door al die asielzoekers die daar zitten... die de winkels leegroven, die de bussen in elkaar slaan. En het is goed dat hij daar oog voor heeft. En misschien moeten wij er ook een keer naartoe. Nou, dat klinkt als een mooie BVNL-event. Laten we even terugblikken. Wat is er gebeurd in de Tweede Kamer vorige week?
Nou ja, weer gasdebatten. Volgens mij, ik heb al zo vaak over gas gepraat. Heel snel dan. Oké. Nou ja, Nederland moet energie soeverein zijn. Wij moeten onze eigen energie produceren. Idealiter, inderdaad, ja. Nou, dat deden we, want we hadden het grootste gasveld ter wereld. Nou, niet het grootste gasveld. In de top 10 staat het. Het grootste gasveld van Europa. En ja, om een van de debiele reden zijn we dat gaan sluiten. Dat is technisch gezien totaal onnodig, want je kan veilig gas produceren uit Groningen. Maar dan moet je de druk in het veld op peil houden. En dan moet je bijvoorbeeld stikstofinjectie of waterinjectie toepassen. Nou, dat doen we niet. Gas wordt naar nul. We hebben geen kerncentrales gebouwd. Hè. In Borselen staat er 1. Hadden we er 6 gepland. Maar door allerlei linkse kabinetten is dat niet gebeurd. Dus we zijn niet energie soeverein meer. Dus we importeren uit... Wat gebeurde er dan vorige week? Ja, niks. Ik heb mijn verhaal gehouden over het gasveld moet open, Groningen moet open, we moeten kerncentrales bouwen. En dan zitten al die, met alle respect, al die alfa's zitten daar en die zeggen nee, het moet dicht, want de Groningers lopen gevaar. En, ja. En we moeten geen gas uit Rusland nemen. Nee, laten we het voor 20 keer het bedrag uit de Verenigde Staten halen. Volslagen idioot. Maar goed, daar valt niet zoveel aan te doen. Laten we het gas maar even zitten. Oké, okay. Ja. En dan hadden we ook nog de Indische kwestie, daar dat je je hard voor gemaakt. Dat ging over de weduwes. Nou, dat is op zich wel leuk, want ik... Kijk, mijn vader die was Nieuw-Guinea-veteraan, dus ik kreeg... En ik heb ook wel de oud-familieleden die ook in Jappenkamp hebben gezeten. Dus bij ons in de familie wordt daar veel over gepraat. En de hele Indische kwestie waarbij... Ja, weet ik wat, de Molukkers, de Papua's, de Indo's, de knilmilitairen. Iedereen is belazerd door de Nederlandse overheid. Dat is een enorme schandvlek. En het was zelfs zo dat die knilmilitairen, toen ze op een gegeven moment, toen daar die actie stopte, gedemilitariseerd werden. Ze werden eerst met een dienstbevel naar Nederland gehaald. Toen werden ze in oude concentratiekampen gestapt. Toen werden ze gedemilitariseerd. En vervolgens zijn ze gewoon verneukt. Goh. Hebben ze gewoon laten zitten en niks meer meegedaan. Maar het ging hier kort gezegd over de weduwe van, nou, bijvoorbeeld mannen die in die strijd... Ja, de weduwe van de knilmilitairen. Die hebben geen pensioen gehad. Die komen niet in aanmerking voor een regeling. Nou, en dan is het echt wel ongelooflijk droevig dat je een vrouw van 91 op de publieke tribune ziet staan en die barst gewoon in huilen uit van jongens, kom op, waar gaat het over? Het gaat over, nou, misschien dat het over een handjevol mensen gaat die we echt belazerd hebben. Echt, dus moeten we ons diep voor schamen. En we doen er niks mee. En dan zegt Mark Rutte, nou nee, dus we hebben de backpay-regeling gehad, het is afgedaan, laat maar zitten. En dat is echt schandalig. Ik heb daar 2 moties over ingediend. Hoofdelijk over laten stemmen. 61 voor, 68 tegen. Ja, het is. Ik hoop echt dat bij de volgende verkiezingen er partijen aan de macht komen die dan zeggen: jongens, deze schandvlek gaan we oplossen. We gaan een paar miljoen uittrekken. En dat trekken we af van die 35 miljard die we aan het klimaat aan het besteden zijn en die 25 miljard. Ja, dat begrijp ik dus niet. Want ik ben iemand, ik wil dat de overheid zo min mogelijk geld uitgeeft. Ik ben echt van geef vooral niks uit, de overheid is niet te doen. Maar op dit soort kleine dingen ben ik weer heel barmhartig. Ik denk van ja, maar als je iemand hebt genaaid als overheid, dan vind ik dat dan nog de minst bezwaarlijke uitgave die een overheid kan doen, is iemand die benadeeld is, compenseren. Okay, ja. Dus ik snap niet dat mensen die bereid zijn om een miljard voor de NPO uit te trekken. Ik heb gezien dat we 400 miljoen hebben gegeven aan Oeganda, volgens mij, de afgelopen jaren. Dus denk ik van, hoe kan je dan hierop zuinig zijn en op al die andere gebieden die veel minder belangrijk zijn, bereid zijn om grif geld uit te geven? Dat vind ik altijd bijzonder. Ik denk dat het te maken heeft met perverse belangen. Het is een heel klein groepje mensen. Het is electoraal niet van belang. Dus ze denken, laat maar zitten. Over 10 jaar zijn ze allemaal dood. En dan, het is echt een morbide manier van het behandelen van een groep die keihard voor ons heeft gevochten, die ons heeft gesteund en die we daarna hebben laten zitten. Dus deze kwestie is ook van belang bij BVNL en ook in het verlengde daarvan de kwestie van de Papoeas. Absoluut. Die natuurlijk in 1962, door de Indonesiërs hun land afgepakt hebben gezien. En daar heeft Nederland eigenlijk ook aan meegewerkt door te zeggen van, geef ons economische deal en neem die mensen maar over. Nou, wat wel interessant is dat het waren over het algemeen Partij van de Arbeid kabinetten die zich geen raad wisten met die kwestie en die het gewoon hebben laten zitten.
Dus Papua is ingelijfd bij Indonesië. En de president in ballingschap, die woont gewoon in Nederland. En die hoopt nog steeds dat hij een keer zijn eigen land terugkrijgt. Maar nou ja, het is in ieder geval een dramatische kwestie. En voorlopig is hij even in de ijskast. Tot de volgende verkiezingen. Het staat in ons verkiezingsprogramma. Dus als wij winnen, gaan we het oplossen. Nou, mooi zo. Wat dan meer? De nieuwe Eerste Kamer. Dat vind jij natuurlijk heel erg leuk. Ik vind het een onbegrijpelijke tombola van rariteiten. GroenLinks-dame die niet eens wist dat ze in de Provinciale Staten zat. Vervolgens wist ze niet dat ze voor de Eerste Kamer moest stemmen. En vervolgens heeft ze zich afgesplitst omdat ze niet op GroenLinks stemde, maar op Volt. Ja, die heeft ze er weer spijt van. Ja, nee, ik ben iemand, politieke nerd. Ik hou van systeempjes en hoe het in zijn werk gaat. Ik vind het leuk, hè? En wat je daar nu ziet, is dat er dus 6 zetels niet zijn beland bij de plek waar de kiezer dat heeft gekozen. Dat is best wel een groot verschil. Dus op 75 zetels zijn er gewoon 6 naar de andere partij gegaan. En hoe is dat dus geregeld? Nou, de hoge wiskundige jongens van de VVD en D66 hebben bij elkaar gezeten. De VVD had dus een soort overschot aan leden. Dus ze hadden genoeg voor hun eigen 10 zetels. En toen is de koelhandel begonnen. Ook, hè? D66 ook. Dus toen is de koelhandel begonnen. En toen was het, oh, D66 wil wel op ChristenUnie stemmen, maar niet op CDA. Nee, dan doet de VVD dat wel. En dan in ruil voor die stem gaat de PvdA weer op die. En ze hebben het dus zo, ja, prachtig. Dat is niet echt het woord dat ik wil bedenken. Hoe is die ene zetel van de BBB dan verdwenen? Ja, dat, voor mij was die altijd al een beetje, juist, ja, een beetje gok. Een beetje een tricky one. Maar dus heeft niemand, is er donorpartij geweest voor de BBB? Nee, volgens mij. 66 heeft niet op BBB. Nee, dat heb ik niet. Ja. Waarom zouden ze? Dat heb ik niet gezien. En natuurlijk het bijzondere verhaal wat je net aanhaalde. Dat er dus door 1 stem in Zuid-Holland een zetel gegaan is van Volt naar Volt in plaats van GroenLinks. En dat heeft natuurlijk weer een enorme mogelijke impact. Ik bedoel, aan de ene kant is Volt niet vies van het kartel. Maar aan de andere kant is er toch weer een nieuwe partij erbij die je moet overtuigen als regering. Die ook weer dat gaat niet lukken, iets moet geven. Dus in die zin denk ik dat. Maar Zuid-Holland heeft natuurlijk ongelooflijk veel punten. Ja. Een zetel in Zuid-Holland is 600 punten of zo. Dus dat effect daarvan, als iemand niet begrijpt dat hij op zijn eigen partij moet stemmen, is enorm. Ja, dus het is zo gedaan in Nederland dat er zijn 4 provincies met de meeste populatie. Dus dat is Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. Ja. En die tellen dus zwaarder. Dus als jij een provinciaal kandidaat bent van een van die provincies, dan maakt jouw stem meer impact. Nou, deze dame kwam dus uit Zuid-Holland. En vandaar dat het dus het effect had dat er een zetel is verplaatst. Uiteindelijk zijn er 6 zetels verplaatst. Wat ik er mooi van vind, omdat dit de naakte kant van de politiek is. En ik vind het altijd interessant als de naakte kant van de politiek even heel duidelijk in beeld komt. Deze naakte koehandel, gewoon 6 zetels. Het volk wil dit, maakt ons niet uit. Wij gaan gewoon 6 zetels even allokeren naar ons eigen inzicht. En ik hoop dan dat het bij de mensen landt van, kijk, dit zijn de mensen die ons besturen. Denk hieraan bij een Tweede Kamerverkiezing. En bestraf die partijen die gewoon 6 zetels hebben. Thorbecke heeft ooit gezegd, of die wilde helemaal niet dat die indirecte verkiezingen zo gingen. Thorbecke was altijd voor een direct gekozen Eerste Kamer. En om de een of andere reden waren natuurlijk wat linkse partijtjes en nee, dat moeten we allemaal anders doen. En toen werd dat via de Provinciale Staten gedaan. Maar het oorspronkelijke idee was, en volgens mij vinden wij dat ook veel beter, gewoon direct gekozen Eerste Kamer. Ik denk eerlijk gezegd dat als je Kamerleden direct gekozen maakt van de Eerste Kamer, ik heb liever dat we dan de Tweede Kamer groter maken. Maar dat is mijn inzicht. Ik heb, als ik moet kiezen tussen of 300 Kamerleden en geen Eerste Kamer of direct Eerste Kamer, zou ik kiezen voor de eerste optie. Dat doe ik omdat ten eerste, je moet de Eerste Kamer een fulltime baan maken. Omdat je het geen fulltime baan maakt, is het nu een soort van nevenfunctie positie. Wat nergens op slaat, wat heel veel perverse corruptie in de hand werkt. Dus dat werkt niet aan de Eerste Kamer nu. En waar het eigenlijk op neerkomt, is dat het gewoon nog een eikpunt is voor het kabinet. Dat is waar het vaak op neerkomt. Ja. Als het kabinet het goed doet, dan winnen ze in de Eerste Kamer. Doet het kabinet het slecht, verliezen ze in de Eerste Kamer. Het heeft niet echt meer te maken met de functie van senatoren die oud en wijs zijn en over de partijen heen staan en geen belangen hebben. Kijk, dat zou heel mooi zijn. Maar dat is sowieso natuurlijk in de Eerste en Tweede Kamer natuurlijk weg. Er zijn geen oude, wijze mensen meer. Het zijn mensen die over het algemeen nog nooit een baan hebben gehad. Niet heel erg in het leven staan. Niet echt meedoen. Maar daar een beetje als een
als een haan door de kippenstront rondlopen van kijk, wij eens Kamerlid zijn. Maar voor de rest geen benul hebben we vaak waar ze over praten. Maar goed, in ieder geval, Maurice de Hond heeft er een hele mooie analyse over gemaakt. Dus als mensen precies willen weten hoe die Eerste Kamer gefopt is... Ja, dat dan, ze echt, dan kan Maurice dat prima uitleggen. Er was nog iets leuks aan de hand. Dat was dat filmpje met Sigrid Kaag. Van de bedreiging? Ja, die bedreigingen. Wat vond je ervan? Ik moet zeggen, ik heb het daar heel moeilijk mee. Waren het echte tranen of niet? Even los van of het echte tranen waren. Kijk, iedereen wordt bedreigd. Ik word bedreigd, iedereen wordt bedreigd. Dat is niet zo bijzonder. Dat iemand naar je huis toe komt of dat ISIS je bedreigt, dat is bijzonder. Dat is nieuwswaardig. Ja, en bij mij komen ze zelfs naar huis binnen. Precies. Maar, kijk, ik snap dat het nieuws daarop reageert. Ik snap dat nieuwswaardig is. Maar om als algemene statement te gaan zeggen, ik word bedreigd... en dat dan het nieuws haalt, sorry, dit klinkt voor mij als een politieke way out. De spindokters hebben bedacht, als we dit nu naar buiten sturen... mocht het dan misgaan over een jaartje, kan je netjes weggaan alsnog diplomaat worden. Want laten we eerlijk zijn, Sigrid Kaag haar missie is compleet mislukt. Ze heeft 24 zetels gehaald, heel knap. Dat was het eerste gedeelte van de missie. Maar daarna is alles misgegaan. Ontslagen als minister op haar eigen gebied, diplomatie. De partij is aan het kelderen. Heel veel mensen moeten haar niet, al dan niet terecht. Maakt me even niet uit, maar het gaat niet goed met D66. En dit klinkt voor mij als een spindokterplan om haar enigszins netjes uit de partij te laten gaan, mocht het nodig zijn. Maar dan nog de slag om de arm dat ze ook juist kan zeggen, ik blijf. En dan kan je weer het vreemd doen. Kijk hoe dapper ze is. Sorry, ik trap er niet in. Ik vind dat het alleen nieuwswaardig is als je wordt bedreigd door een terroristische organisatie, een buitenlandse overheid of een criminele organisatie van de grootte van Taghi. In dat geval vind ik het nieuwswaardig. Maar anders vind ik het feit dat je als politicus bedreigingen ontvangt niet zo relevant. Ja, maar jammer, maar het is zo. Ja. Je ziet natuurlijk continu dat dit soort spelletjes op de NPO worden gespeeld. Oh. Er wordt wat afgestemd en dan... Ik denk dat het meer een poging was om wat menselijker over te komen. Om haar te humaniseren. Dat zou zeker een extra doel kunnen zijn. Maar jij bent toen ook nog geïnterviewd door Pound... over inderdaad die man die bij jou aan de deur is gekomen... en je eigen bedreiging. Laten we daar even naar kijken. Want jij bent zelf ook bedreigd. Kan je daar iets over vertellen? Laat ik zeggen, een soort links gekkie. Die kwam met zo'n links tasje, zo'n linnen tasje kwam die binnen. En die heeft zich naar binnen gevochten bij mij thuis. Gelukkig werd op dat moment ook, dankzij de Tweede Kamer... werd er een alarmsysteem geïnstalleerd door twee kerels van 2 meter... en die hebben hem eruit geslagen. Maar dan kreeg je een bericht van het OM dat er geseponeerd wordt... want meneer heeft zorg geaccepteerd. Bent u zelf als bedreigd? Vaak genoeg, maar daar laat ik... Ja, dat is gelukkig in het, op dit moment minder dan in het verleden. Maar die begintijden van denk, ja, ik heb er ook wel last van gehad. Ja. Ben je bang geworden? Nou, bang is een groot woord, maar ik kijk wel meer om me heen. Ik kijk over mijn schouder, dus je bent wel wat meer op je hoede. Ik heb camera's, ik heb een alarmsysteem, ik heb een heel hoog hek om mijn tuin. Ik heb een groot mes en een honkbalknuppel onder mijn kussen liggen. Natuurlijk, ik ben wel voorbereid. Heel veel mensen zeggen nu in de media van ja, dit is waarschijnlijk een aankondiging voor Sigrid Kaag dat ze weggaat. Denkt u dat dat ook zo is? Nou, dat vind ik moeilijk te beoordelen. Ik weet niet hoe zij de toekomst ziet. Ik kan me voorstellen dat het voor haar niet makkelijk is. Waarom denk je dat zij specifiek zo vaak onder vuur ligt? Nou ja, kijk, hoe extremer je bent, hoe meer kritiek je krijgt. Hè? Geert Wilders is natuurlijk extreem tegen de islam. Dus die krijgt veel kritiek vanuit de islamitische hoek. Ja, ja dat is een gevolg daarvan. Sigrid Kaag zit heel erg op die, hoe zal ik het beschaafd zeggen? Een beetje op die collectivistische, totalitaire controlehoek. Nou, en heel veel liberale vrijheidsstrijders die denken van ja, sorry, geef mij een portie maar een fikkie. Dit is niet wat Hans van Mierlo heeft bedoeld. Ja. Dus die krijgt kritiek uit die hoek. Ja, kijk, er werden natuurlijk verschillende mensen geïnterviewd. Hè? Caroline van der Plas wordt ook bedreigd. Die heeft er echt veel last van. Geert Wilders, ja, dat is onvoorstelbaar. Die wordt al 15 jaar met de dood bedreigd. En als hij zijn bewaking kwijtraakt, dan... dan gaat hij gewoon dood. Ja. En dat vinden we blijkbaar acceptabel. Ik vind het totaal debiel. Maar ik heb daar inderdaad ook gezegd. Er ligt een grote honkbalknuppel onder mijn kussen. En ik heb mijn oude K-bar uit dienst. Grote Amerikaanse mariniersmes heb ik daar liggen. Ja, ik heb geen zin dat er plotseling iemand in mijn kamer staat.
Ik woon in een heel slecht beveiligd huis, hè, met glas in lood. Oh, dat moet je misschien niet zeggen. Maar. Nou ja, nee, maar be my guest. Ja, weet je, die vraag wordt vaak gesteld. Hè, van ja, wat doe je nou als je wel thuis bent? Nou, de laatste keer was ik niet thuis. Ik zeg, ja, want je moet echt oppassen dat je dan niks gaat doen. Ja, want dan ga jij in de gevangenis belanden. Hè? Dan beland ik in de gevangenis. Ja, maar ik vind dat prima. Ja. Het kan toch niet zo zijn dat iemand op mijn terrein komt, mijn gezin bedreigt, in mijn huis komt, in mijn slaapkamer staat en dat ik hem dan niet dood mag maken? Ja, nee. Ik vind het heel vreemd. Ik zal mijn uiterste best doen om een signaal te geven. En misschien is het dan wel noodweerexces of een juridische term daar. Maar er is een grens die mensen niet over moeten gaan. My house is my castle. En zeker, daar moeten ze wegblijven. Mijn gezin afblijven. En als ze dat wel willen doen, nou ja, probeer het maar uit. Er was ook in de Kamer, en dat raakt er wel enigszins aan, er was een debat over journalistieke vrijheid en pers. Over wie het duk ging dat of niet? Onder andere. Dan was een beetje de discussie van, ja, mag links nou wel rechts bedreigen en mag rechts niks over links zeggen? En je mag bijvoorbeeld in de Tweede Kamer niet meer zeggen van, nou, ik vind dat de boeren uitgerookt worden. Dan moet je meteen je mond houden, excuses aanbieden. Kamerlid van D66, Tjeerd de Groot, die mag wel Jonathan Crispijn van Ongehoord Nederland een fascist noemen. Ja, ja, ja. En er gebeurt helemaal niks. OM heeft gezegd, nou, het mag eigenlijk niet, maar we volgen niet, want het is Tjeerd de Groot. Hij heeft al het weer teruggenomen. Dus en in dat kader heb ik een leuk filmpje. Dat wou ik jou even laten zien. Ik weet niet of je het al hebt gezien. Maar dat is een filmpje van Rowan Atkinson. Gaan we eens kijken, ik heb die nog niet gezien. My starting point when it comes to the consideration of any issue relating to free speech is my passionate belief that the second most precious thing in life is the right to express yourself freely. The most precious thing in life, I think, is food in your mouth. And the third most precious is a roof over your head. But a fixture for me in the number two slot is free expression, just below the need to sustain life itself. That is because I have enjoyed free expression in this country all my professional life and fully expect to continue to do so. Personally, I suspect highly unlikely to be arrested for whatever laws exist to contain free expression because of the undoubtedly privileged position that is afforded to those of a high public profile. So my concerns are less for myself and more for those more vulnerable because of their lower profile. Like the man arrested in Oxford for calling a police horse gay. Or the teenager arrested for calling the Church of Scientology a cult. Or the cafe owner arrested for displaying passages from the Bible on a TV screen. When I heard of some of these more ludicrous offences and charges, I remembered that I had been here before in a fictional context. I once did a show called Not the 9 o'clock News some years ago, and we did a sketch where Griff Rhys-Jones played Constable Savage, a manifestly racist police officer to whom I, as his station commander, is giving a dressing down for arresting a black man on a whole string of ridiculous, trumped up and ludicrous charges. The charges for which Constable Savage arrested Mr. Winston Kadogo of 55 Mercer Road were these: walking on the cracks in the pavement, walking in a loud shirt in a built-up area during the hours of darkness, and one of my favorites, walking around all over the place. He was also arrested for urinating in a public convenience and looking at me in a funny way. Who would have thought that we would end up with a law that would allow life to imitate art so exactly? I read somewhere a defender of the status quo claiming that the fact that the gay horse case was dropped after the arrested man refused to pay the fine, and that the Scientology case was also dropped at some point during the court process, was proof that the law was working well, ignoring the fact that the only reason these cases were dropped was because of the publicity that they had attracted. The police sensed that ridicule was just around the corner and withdrew their actions. But what about the thousands of other cases
that did not enjoy the oxygen of publicity, that weren't quite ludicrous enough to attract media attention. Even for those actions that were withdrawn, people were arrested, questioned, taken to court, and then released. You know, that isn't a law working properly. That is censoriousness of the most intimidating kind, guaranteed to have, as Lord Deer says, a chilling effect on free expression and free protest. Parliament's Joint Committee on Human Rights summarized, as you may know, this whole issue very well by saying, while arresting a protester for using threatening or abusive speech may, depending on the circumstances, be a proportionate response, we do not think that language or behavior that is merely insulting should ever be criminalized in this way. The clear problem with the outlawing of insult is that too many things can be interpreted as such. Criticism is easily construed as insult by certain parties. Ridicule, easily construed as insult. Sarcasm, unfavorable comparison, merely stating an alternative point of view to the orthodoxy can be interpreted as insult. And because so many things can be interpreted as insult, it is hardly surprising that so many things have been, as the examples I talked about earlier show. Although the law under discussion has been on the statute book for over 25 years, it is indicative of a culture that has taken hold of the programs of successive governments that, with the reasonable and well-intentioned ambition to contain obnoxious elements in society, has created a society of an extraordinarily authoritarian and controlling nature. That is what you might call the new intolerance, a new but intense desire to gag uncomfortable voices of dissent. I am not intolerant, say many people, say many softly spoken, highly educated, liberal-minded people. I'm only intolerant of intolerance. And people tend to nod sagely and say, oh, yes, wise words. And yet if you think about this supposedly inarguable statement for longer than 5 seconds, you realize that all it is advocating is the replacement of one kind of intolerance with another, which to me doesn't represent any kind of progress at all. Underlying prejudices, injustices, or resentments are not addressed by arresting people. They are addressed by the issues being aired, argued, and dealt with, preferably outside the legal process. For me, the best way to increase society's resistance to insulting or offensive speech is to allow a lot more of it. As with childhood diseases, you can better resist those germs to which you have been exposed. We need to build our immunity to taking offense so that we can deal with the issues that perfectly justified criticism can raise. Our priority should be to deal with the message, not the messenger. As President Obama said in an address to the United Nations only a month or so ago, laudable efforts to restrict speech can become a tool to silence critics or oppress minorities. The strongest weapon against hateful speech is not repression, it is more speech. And that's the essence of my thesis, more speech. If we want a robust society, we need more robust dialogue, and that must include the right to insult or to offend. And as Lord Deer says, you know, the freedom to be inoffensive is no freedom at all. The repeal of this word in this clause will be only a small step, but it will, I hope, be a critical one in what should be a longer-term project to pause and slowly rewind a creeping culture of censoriousness. It is a small skirmish in the battle, in my opinion, to deal with what Sir Salman Rushdie refers to as the outrage industry. Self-appointed arbiters of the public good, encouraging media-stoked outrage to which the police feel under terrible pressure to react. A newspaper rings up Scotland Yard. Someone has said something slightly insulting on Twitter about someone who we think a national treasure. What are you going to do about it? And the police panic and they scrabble around and then grasp the most inappropriate lifeline of all, Section 5 of the Public Order Act, that thing where you can arrest anybody for saying anything that might be construed by anyone else as insulting.
You know, they don't seem to need a real victim. They need only to make the judgment that somebody could have been offended if they had heard or read what has been said. The most ludicrous degree of latitude. The storms that surround Twitter and Facebook comment have raised some fascinating issues about free speech, which we haven't really yet come to terms with. Firstly, that we all have to take responsibility for what we say, which is quite a good lesson to learn. But secondly, we've learned how appallingly prickly and intolerant society has become of even the mildest adverse comment. The law should not be aiding and abetting this new intolerance. Free speech can only suffer if the law prevents us from dealing with its consequences. I offer my wholehearted support to the Reform Section 5 campaign. Thank you very much. Maar het punt dat hij maakt is dat ja, mensen kunnen zich beledigd voelen en mensen kunnen zeggen ja, in de vaart der volken mag je dit soort dingen niet meer zeggen. En hij zegt nee, de enige manier om tegen dit soort dingen te zijn, is niet less speech, hè, maar is more speech. Hè, dus zeker. Ieder argument mag je met een tegenargument benaderen. En dan krijg je een vrije samenleving. Het moet zo zijn dat iedereen alles kan zeggen wat hij wil. Natuurlijk beperkt door het strafrecht. Maar zolang je binnen de regels van het strafrecht blijft, dan kan het niet zo zijn dat er een of andere moraliserende partij is die het patent op het fatsoen heeft, zoals D66, en die zegt, oh, jij mag niet het uitroken van boeren zeggen. Of jij mag niet, tribunalen zeggen. Dat mag allemaal niet. Maar ik vind wel dat het ook twee kanten op moet werken. Dat wil zeggen, ik vind ook dat je mag best als journalist van mij een nazi noemen. Even los van of het laster en smaad is. Dat is natuurlijk je eigen risico wat je neemt. Maar van mij mogen journalisten worden beledigd. Ik vind niet dat journalisten een soort heilige status hebben. Tuurlijk, ze moeten hun werk kunnen doen, uiteraard. Net zoals ieder ander. Maar ik vind niet, en dat zie je vaak terug bij partijen als D66... maar ook iemand als een Wierduk lijkt zich een beetje met als journalist dat schild om zich heen te hijsen. Nee, je bent niet een speciaal persoon omdat jij dingen opschrijft. Of omdat jij interviews afneemt. Je mag niet worden belemmerd in je werk, dat is waar. Je moet kunnen filmen, je mag je microfoon dragen, allemaal waar. Maar buiten dat verdien je niet een speciaal soort respect. Je hebt er wel vaker een lans voor gebroken. Hè? Volgens mij, je hebt er ook een keer gezegd dat we eigenlijk belediging uit het wetboek van strafrecht moeten halen. Vind ik ook. Kijk, er is een goede case voor smaad en laster. Weet je, dat je kan niet zeggen iemand is een oplichter, bijvoorbeeld. Als ik dat over iemand zou zeggen en iemand is dat niet, nou, die kan dan inderdaad zeggen van, je schaadt mij naam. Ja. Of iemand voor pedofiel of whatever uitmaken, waarbij je een misdaad impliceert. Als dat niet waar is, als je dat niet hard kan maken, ja, dan vind ik dat je daarvoor inderdaad een boete of whatever mag krijgen. Maar buiten dat, ja, dat je beledigd bent, is toch niet relevant. Dat iemand jouw volk beledigt, ja, dat is vervelend, dat is onfatsoenlijk, misschien zelfs immoreel. Maar ik zie gewoon niet de juridische basis voor belediging. Dus die hele Geert Wilders rechtszaak, ja, ik snapte gewoon überhaupt niet waarom we dat deden. Ik bedoel, ja. Maar belediging is ook iets wat in de perceptie van de ontvanger zit. Daarom is het zo lastig. Dat maakt het zo subjectief. Als jij mij een eikel noemt, dan kan dat jou enorm beledigen. En misschien ben ik wel een eikel. Ja. Dat zou best kunnen. Maar het kan me ook heel erg beledigen. Maar misschien bedoel jij het heel aardig. Ja, en het punt is meer, kijk, als ik zeg je bent een eikel, ik zou het misschien kunnen bewijzen. Maar het is gewoon helemaal niet relevant. Maar ja, misschien heb ik feiten om het te ondersteunen. Maar dit zou niet eens relevant moeten zijn. Want ik mag dit gewoon vinden. En jij kan gewoon zeggen, oké, dat ben ik niet. En dan lopen we gewoon verder. Dus nee, ik zou beledigingen eruit halen. Ik ben het wat dat betreft eens met Pim Fortuyn. Die ook die positie had. Ik zie alleen voor smaad en voor laster. Ja. Zie ik een redelijke basis voor een rechtszaak of voor een claim. Weet je, bijvoorbeeld iemand gaat zijn bedrijf naar de beurs brengen. Kondigt dat groot aan. En jij gaat op die dag in de krant grote pagina 1 zetten. Ja, die persoon, is een oplichter. En als de rechter je vraagt hoe zit dat, heb je er helemaal niks mee. Maar ik vind in zulke gevallen, ja, dan moet er ruimte zijn voor een rechtszaak. Maar dit is buiten dat soort zaken, kom op mensen. Zullen we het maar in ons verkiezingsprogramma opnemen dan? Misschien wel. Misschien wel leuk aan de wat dikkere huid creëren, kom op mensen. Aan de kijkers te vragen. Als je in de comments wat wil zeggen, moet je elkaar kunnen beledigen? Moet het uit het wetboek van strafrecht? Dan hoor ik dat graag. Want ik
Ja, ik heb er nog niet zoveel over nagedacht, maar het lijkt mij dat jij er heel lang over hebt nagedacht. We duwen hem de goede kant op. Steun mij in de comments. Waar ik het vandaag over wil hebben, oh mijn god. Kijk, we hebben heel veel domme regulering in Nederland. Maar er is nu weer een plan uitgebracht dat je bijna twijfelt. Ik ben benieuwd. Ben ik de speld aan het lezen? Een eigen bakje meenemen naar de snackbar en statiegeld betalen voor je McDonald's beker. Ik bedoel echt, welke ambtenaar? Maar wat is daar mis mee? Nou, het idee is, kijk, ze willen... Dat je krijgt de friet in je handen. Ja. Ze willen verspilling. Mayo erbij. Ze willen verspilling tegengaan. Ja. Wat een prima doel is, maar dat kan je natuurlijk op heel veel manieren doen. Je kan mensen aanmoedigen door bijvoorbeeld de prijzen verhogen voor plastic. En dan zeggen we gaan plastic, verzamelpunten, weet ik veel. Er zijn allerlei manieren om de bevolking aan te moedigen om plastic te hergebruiken. Ja. En wat is nu dan het argument? Wat ze nu gaan doen is, ze gaan eigenlijk de winkelier belasten door te zeggen, jij moet aan jouw klanten voor elke rietje 25 cent vragen. Voor elk bord moet jij 50 cent vragen. En ja, dat moet ze daarna weer inleveren? Nou, dat is... krijgen ze hun 25 cent weer terug? Ieder bedrijf gaat hier nu zelf een tactiek voor bedenken. Ja. Nou, je snapt natuurlijk dat een bedrijf als McDonald's wat meer middelen heeft om dat te bedenken. Dus die gaan misschien met een statiegeldbeker werken. Maar mijn god, je zet zoveel meer regulering op de ondernemer. Terwijl ja, de ondernemer geeft het aan de consument. Het is de consument die het blijkbaar niet goed verwerkt. Dus waarom leggen we opeens de verantwoordelijkheid bijna bij de ondernemer? Ik bedoel, Stefan, jij wil nu een snackbar beginnen. En je krijgt nu dit nieuws. En je bent geen McDonald's. Dan wordt het toch een kostenpost? Jarnas, we hebben toch al lang biodegradable bakjes en puntzakken die je vervolgens in een biomassacentrale kunt verbranden. Ik begrijp die inmenging van de staat niet. Op de een of andere manier zitten we in een soort collectivistische revolutie waarbij de staat tot op de bakjes waar je friet eet alles gaat controleren. Maar kunnen we deze situatie voorstellen waar je nu dus de keuze gaat hebben? Of je betaalt bij een bezorging misschien €3,50 meer vanwege alle 50 centjes die je moet betalen voor elk bakje. Nou, sommige mensen gaan dat doen. De mensen die kunnen veroorloven, die zien het niet eens. Die gaan die €3,50 gewoon aftikken. Oké, nou. Prima, voor die mensen. Maar voor de mensen die wat minder te besteden hebben... Jij hebt geen bakje meer voor je friet, dan. Nee, jij wil maar je bakje aan. Het gaat om jezelf. Die mensen moeten nu met een bakje in de snackbar gaan staan. Want je moet je eigen bakje meenemen. Nou ja, kijk, of je moet dus het bakje van de snackbar kopen en dan 50 cent extra betalen. Dus nu gaan we de situatie krijgen waar je rijen gaat krijgen, waar mensen met bakjes en bekers aan moeten gaan komen. En ja, echt, ik wil gewoon weten welke ambtenaar dit heeft bedacht, welke minister heeft gezegd, topplan. Dit... Dat is belangrijker. Kijk, die ambtenaren die zijn helemaal niet verantwoordelijk voor dit soort dingen. Dit is, onder welke afdeling zou dit komen? Ja. SBK, denk ik, hè? Misschien wel, maar... Als jij dit zo hoort, is het een plan van Hugo? Is het een plan van Sigrid? Alles wat misgaat, komt door Hugo, hè? De hele woningmarkt, de hele coronacrisis, dat heeft hij allemaal mooi gemaakt. Maar jij denkt oprecht dat dit niet komt van een ambtenaar? Nou, de grootste discrepantie tussen competentie, achtergrond, ervaring, opleiding en de functie die ze doen, zit in het kabinet. De meeste ambtenaren die ik spreek, die hebben een relevante opleiding en ervaring. Maar Kajsa Ollengren, die het verschil tussen een sergeant en een major niet weet, die zit op defensie. Ja, die heeft geen enkele. Jessil Gus heeft geen juridisch boek gelezen in de leven. Geen enkel idee. Hugo de Jonge, die zou minister van Onderwijs kunnen zijn. Ik denk dat dan ook het onderwijs kapot gaat. Maar om hem op VWS te zetten, of nu op wonen, ja, dat is volkomen idioot. En zo kun je nog wel doorgaan. Dus ik denk niet dat ambtenaren dit soort onzin verzinnen. Maar ik hoop wel dat jij hier iets tegenin kan brengen, mocht het ooit in de Kamer worden behandeld. Want ja, Ik geloof je, we gaan een motie maken om deze onzin... Hier, 25 extra cent voor een beker, 50 cent voor een maaltijdverpakking, vanaf 1 juli. Jij bent echt boos over. Ja, nee, maar gewoon, ik word hier gewoon kwaad van. Omdat het zo de ondernemer die gewoon wat geld wil verdienen, die een product maakt, die al de moeite neemt om een ruimte te huren, alles te faciliteren, die moet nu zeg maar nog een ander probleem, wat de overheid dus blijkbaar niet aan kan, moet nu de ondernemer even gaan oplossen voor de... Maar ik denk dat de gemiddelde ondernemer hier gewoon... Gek van. Zijn
schouders over ophaalt en denkt van nou oké, ik had de coronacrisis, daar ben ik een paar ton kwijtgeraakt. Ik heb de WWFT, ik heb een hogere VPB, ik heb een box 3 pensioen dat van mij gestolen wordt. Hè. Ik had een paar appartementen die ik vuur, die zijn niks meer waard. Moet ik nu op stel en sprong verkopen? Nee, de gemiddelde ondernemer die is helemaal klaar met dit kabinet. Maar er komt dus geen nieuwe snackbar meer bij, denk ik. Nee, dat denk ik. Nee. Dan ben je echt heel fanatiek als je sowieso nu nog een snackbar begint. Maar ik denk het belangrijkste artikel wat ik deze week heb gelezen... of artikel, dat is eigenlijk een post. Ja. Rutger Bregman, bekend van de Correspondent... die juicht niet voor Max Verstappen. Ja. En de argumentatie is natuurlijk relevant. Zijn argument is dat in de 13 jaar die Max Verstappen mogelijk in Monaco zal verblijven... de Nederlandse belastingbetaler zo'n 200 miljoen... Nou, niet de belastingbetaler, maar de Nederlandse staatskas. Ja, dus 200 miljoen zal mislopen. En hij zegt, wat mij betreft stoppen we met het juichen voor dit soort lui. Mensen als Max Verstappen werken namelijk niet voor hun land... Ja. Ze werken alleen maar voor zichzelf. Ja, niet voor de staat, niet voor het collectief. Maar dit is zo symptomatisch voor die collectivistische, neo-marxistische beleving van hoe je moet zijn. En het is ontzettend treurig natuurlijk dat onze helden, de mensen die het beste zijn. Hè? Dus een Max Verstappen is natuurlijk de apotheose van de Formule 1. Het is ongelooflijk dat wij een Formule 1-coureur hebben die dit heeft gepresteerd. De beste ter wereld. En dat wij een systeem hebben waarbij als je succesvol bent... ja, dan kan je niet in Nederland blijven. Dus mijn reactie aan Rutger. Ten eerste, laten we naar de oorzaak kijken. Ik weet dat linkse mensen heel binair denken als het gaat om economie. Maar je moet ook denken, waarom gaat Max Verstappen naar Monaco? Misschien omdat hij daar minder belasting betaalt dan in Nederland. Dat zou één factor kunnen zijn. Dus je zou daarna kunnen kijken van, hey, hoe komt het dat hij daar naartoe gaat? Ten tweede, een Formule 1-coureur is een van de laatste rocksterren die we nog hebben in deze wereld. Je verdient... tientallen miljoenen per jaar. Hij heeft een Braziliaanse vriendin. Hij leeft een internationaal jet-set leven. Want hij moet ook elke twee weken in een andere GP verschijnen. Ja, dat die man niet wil wonen in Nederland... ja, kan je hem wel enorm gaan kwalijk nemen. Ja, moet hij 10 jaar wachten op een sociale woning? Hij heeft een unieke kans om een leven te leiden... dat voor de meesten van ons niet is weggelegd. Omdat hij zo excelleert, daar zijn we juist trots op. Hij brengt een GP naar Nederland. Hij geeft ons land status... cachet bijna, kan je zeggen. En dan om dan te zeggen, omdat jij deze speciale kwaliteit hebt... en in staat bent zoveel geld te verdienen... en internationaal jet-set leven te leiden voor misschien 20, 25 jaar... daarom ben je een lul. Dat zegt Rutger Bregman eigenlijk tegen hem. Nou ja, en kijk, wij zeggen altijd, als iemand aspireert... en die traint hard en die offert alles op en die neemt risico's... want hij had het ook niet kunnen bereiken. Zeker. Dat de meeste mensen die Formule 1-coureur willen worden... en wereldkampioen willen worden, halen het niet. Dat is maar een enkeling. Maar ik vind dat we applaus moeten geven voor dit soort mensen. Het is fantastisch toch dat wij een Max Verstappen hebben... die gewoon Nederlands is. En inderdaad, het is uitermate treurig dat als je dan succesvol bent... en je verdient veel geld... ja, dan is Nederland een van de slechtste landen om te zijn. Dus iedereen blijft wel roepen dat we een belastingparadijs zijn. Nou, dat is gewoon helemaal niet waar. Ik ben misschien wel blij dat hij weg is... zodat we niet nog 100 miljoen kunnen uitgeven aan allerlei stommiteiten. Dus Max, blijf lekker weg als je dat wil. Je mag natuurlijk terugkomen op je eigen wensen. Maar ik denk dat dit ook wel staat voor... het aansluit bij de kijk van BVNL naar Nederland. Hè? Dat we willen graag een Nederland waar mensen zelfredzaam zijn... en waarin mensen mogen excelleren. Het is niet aan iedereen gegeven om te excelleren, dat weten we. Maar als het je lukt, met je harde werk, met je talenten... dan zou je daar de vruchten van moeten kunnen plukken. En dat zouden we moeten toejuichen. En we zouden een samenleving moeten hebben waarin we juist zeggen... Max Verstappen is een voorbeeld voor anderen. En ja, Rutger Bregman die draait het gewoon helemaal om. En ik vind het interessant als linkse denkers eerlijk zijn. En dat waardeer ik wel van een Bregman en van de Correspondent trouwens. Het is een hele eerlijke website als het gaat om hun morele... morele kompas. En het morele kompas van Rutger Bregman is... je bent een goede Nederlander als je werkt voor je land. Ja, maar precies. Maar de boodschap is wel verhuld. Want uiteindelijk is het een soort neo-marxistisch plaatje dat ze willen schetsen... waar niet, zoals wij zeggen, de bodem moet daar zijn. Iedereen moet, als je echt niet mee kan komen, moet je natuurlijk geholpen worden. Dat mag best sober zijn, dat hoeft helemaal niet luxe te zijn. Maar aan de onderkant word je opgevangen. Maar als jij de sterren wil plukken... dan mag er geen plafond zitten. En dat wil Rutger Bregman wel. Wij zijn met z'n allen één groot collectief. We werken voor de staat. De staat gaat over jouw leven, over jouw huis, jouw kinderen.
En owee als jij excelleert. Owee als jij een Max Verstappen wil zijn of bent. Ja, dan word je gekort. Ik zou nog verder gaan. Jouw kwaliteit wordt tegen je gebruikt. Er wordt tegen jou gezegd, jij kan zo goed rijden dat je zoveel miljoenen kan verdienen. Dan is het nu jouw morele plicht als Nederlander om die miljoenen terug te brengen naar vadertje staat. Ja. Dat is door jouw kwaliteit heb jij nu die extra verantwoording gekregen. Maar vervolgens dan hele middelmatige mensen die dan niks anders kunnen dan in de politiek gaan en daarna staatssecretaris of minister worden. Een of ander debiel stikstoffonds gaan creëren of een klimaatfonds. En daar dan miljarden gaan verkwisten. Terwijl ze weten dat het helemaal geen enkele zin heeft. Nou, en dat allemaal ten koste van Max Verstappen. Laten we doorgaan naar wat beter nieuws. Jij hebt deze week een lunch met Twan Manders van de Libertarische Partij. Ja, dat was heel interessant. En ik moet zeggen, ik heb daar weer veel van geleerd. Want ik ben een klassiek liberaal en ik wil gewoon vrijheid. En ik vind dat jij je vrijheid verdient en ik ook. En we mogen allemaal zelf bepalen hoe ons leven eruit ziet. Maar Twan is echt een libertariër. Ja, dus... En jij bent politiek filosoof. Dus misschien moet jij even uitleggen wat nou een libertariër is en wat het verschil is tussen het libertarisme en het klassiek liberalisme. Ja, en ik ken Twan ook. Ik heb ook bij hem op de lijst gestaan in 2012. Laten we hem ook even aan de kijker voorstellen. Dit is een hoorzitting met Renske Leijten. Van een paar jaar geleden, dan zie je meteen met wat voor mannen we hier te maken hebben. U vindt... belasting een vorm van diefstal? Ja. Met belasting zorgen wij voor faciliteiten voor alle burgers. Vindt u dat een legitiem doel van belastingen? Nee. Dus u woont nu in een sociale huurwoning? Ja. Mogelijk gemaakt? Mogelijk gemaakt. Doordat anderen... Ja. Sorry, dat vind ik heel erg cru. Wel gebruik van. Sorry, de overheid neemt mij alles af wat ik heb. Neemt mij mijn huis af. Ik word gedwongen om in sociale flat te wonen. En dan wilt u mij vertellen dat ik dankbaar moet zijn dat ze zo aardig zijn geweest om sociale flat te zorgen. Ik heb niet gezegd dat u dankbaar moet zijn. Ik krijg een beetje een DDR-gevoel, moet ik zeggen, als u dat zegt. Gaan uw kinderen naar school? En zo van, dat is dezelfde redenatie die ook werd gebruikt door de bestuurders van de DDR. Zo van, u heeft een opleiding genoten op kosten van de Oost-Duitse staat. En nu wilt u vluchten, u bent asociaal. Dat is de redenering die ik hierbij hoor. Ik vind het schokkend dat u dit durft te zeggen. Ik vroeg of u daar gebruik van maakte. Ik neem aan dat uw kinderen naar school gaan. Dat wordt betaald via belastinggeld. Vindt u dat een legitiem doel voor belastinggeld? Nou, ik wil daar best antwoord op geven, maar ik zie niet in wat dat bijdraagt aan de waarheidsvinding van deze commissie. Maar ik wil u best zeggen hoe ik daarover denk. Nou, gisteren hadden wij hier een belastingadviseur en een hoogleraar. Die alles weet van de inkomstenbelasting, wat u ook pretendeert, die klanten helpt en informeert en begeleidt, maar die zegt, ja, natuurlijk moet je wel belasting betalen. Het zegt toch iets? Ik zal u vertellen hoe ik hierover denk. Mijn visie is dat ieder mens recht heeft op zijn eigen lijf en goed, en dat ieder mens mag doen en laten wat hij wil, zolang hij geen inbreuk maakt op iemands lijf en goed. Dat is een fundamenteel mensenrecht, dat is het zelfbeschikkingsrecht. De overheid maakt daar inbreuk op door op verschillende manieren, waaronder de militaire dienstplicht, die nog steeds niet is afgeschaft, en ook door middel van belastingheffing. Nou, ik heb mijn brood verdiend met het adviseren van militaire dienstplichtigen bij het ontwijken van militaire dienstplicht, omdat ik dat zag als een groot onrecht of een dwangarbeid die werd opgelegd aan onschuldigen. Okay. En toen die werd opgeschort, heb ik mijn aandacht verlegd naar belastingontwijking, omdat ik uit diezelfde principes ook vind dat belastingheffing een inbreuk is op het eigendomsrecht. Het recht om te beschikken over de vruchten van je arbeid. De overheid heeft dat geld vervolgens de eerste paar duizend jaar gebruikt ter verrijking van de adel en de koning. Daarna is men het geld gaan weggeven voor een deel aan het volk. Heeft men cadeautjes aan het volk uitgedeeld om daarmee de belastingheffing te legitimeren, maar die is daarmee niet gelegitimeerd. Je spreekt van roof als je eigendom wordt afgenomen onder bedreiging van geweld, zonder dat je schade toegebracht die weigert te vergoeden, en zonder dat je verplichtingen weigert na te komen die vrijwillig bent aangegaan. En dat is precies wat de overheid doet. Als je belasting moet betalen volgens de regels die de staat oplegt, en je doet dat niet, dan komen de mensen langs om je huis leeg te halen. En als je er tegen verzet, dan word je als crimineel behandeld.
Als je geen aangifte doet, dan word je maximaal 4 jaar in een hok opgesloten voor het niet doen van aangifte. Dat is hoe de staat aan haar geld komt, door mensen te bedreigen met opsluiting in een hok. En daar heb ik geen moeite mee als je dat doet met moordenaars, dieven, verkrachters, rovers, oplichters. Maar als je dat doet met onschuldige mensen die gevlieg hebben kwaad gedaan, en zoals bijvoorbeeld dienstplichtigen, zoals belastingbetalers, dan is dat een heel groot onrecht. En dat grote onrecht, daar strijd ik tegen. En daarom heb ik niet alleen een heel groot deel van mijn leven besteed aan het spreiden van deze ideeën in de vorm van mijn politiek leiderschap van de Libertarische Partij, maar heb ik ook besloten om mijn carrière te wijden aan het in bescherming nemen van individuen tegen het onrecht dat de staat hen probeert aan te doen. En het feit dat een deel van dat geld niet wordt gebruikt door de politieke elite om haar eigen zakken te vullen, want een deel wordt gebruikt om cadeautjes uit te delen waar we niet om gevraagd hebben, dat is geen legitimatie van roof. Ik stel vast dat u veel geld heeft verdiend. Dat stelt met u helemaal idealisme. Niet vast, dat kunt u helemaal niet weten. En dat met... Spreek ik ook bij deze tegen, dat ik er veel geld mee heb verdiend. Ik vind het ook heel raar dat u dat zegt. Hoe komt u daarbij? U heeft geen geld verdiend met mensen adviseren onder de wet uit te komen. Ik heb daar geld mee verdiend, maar ik heb daar niet veel geld mee verdiend. Nee, want u heeft geen vermogen in het buitenland staan. Nee, precies. Ik ben klaar, voorzitter. Nou, zoals jullie kunnen zien is het een man die verbaal zo'n mannetje staat en die niet onder de indruk raakt van socialisten. En wat ik zo mooi vind van het libertarisme en het verschil met het liberalisme, is dat het libertarisme eigenlijk nog principiëler is. Dus eigenlijk, liberalisme zegt, mensen zijn vrij, maar tot een bepaalde hoogte, en we gaan alleen vangnetten inbedden en je moet enigszins geven om je buren, en dat gaan we toch al via de staat regelen. Terwijl libertarisme zegt eigenlijk van, nou, er zijn alsnog heel veel dingen waar we de staat niet voor nodig hebben. Bijvoorbeeld, volgens libertariërs, zorg en onderwijs. Dingen waar heel veel liberalen toch geneigd zouden zijn om het bij de staat neer te leggen. Ja, ja. In ieder geval grotendeels. Ja, nou, terwijl, en dan heb je nog infrastructuur, dat is nog een beetje een debatpunt voor sommige libertariërs. Maar ja, libertarisme denkt eigenlijk dat die zaken ook nog kunnen worden geprivatiseerd. Nu is er ook tussen libertariërs weer een scheiding. Het kan niet anders. En dat zijn de mensen die de staat helemaal willen afschaffen. En dan zit je bij anarchie. Ja, precies. Ja. Dat zijn de anarcho-kapitalisten, noemen zij zichzelf. Ja. En als het ware de klassiek liberalen of de minarchisten. Ik zit dus meer in dat kamp. Ik zit in het kamp van de overheid heeft maar 3 legitieme functies. Ons beschermen van vijanden uit het buitenland. Ons beschermen van vijanden in ons eigen land. En zorgen dat er een functionerende rechtspraak is, zodat je je rechten kan beroepen. Dus als iemand je eigendom aantast. Wie gaat de wegen dan aanleggen en de ziekenhuizen bouwen en zorgen dat iedereen onderwijs krijgt? Nou kijk, kapitalisme geeft geen garanties, dus we kunnen niet zeggen iedereen zal onderwijs krijgen. Maar de logica dicteert dat mensen graag onderwijs willen voor hun kinderen. Ja. Nou, in een vrije markteconomie is er meer welvaart. Is er altijd behoefte aan meer werknemers. Dus je gaat een baan kunnen vinden. En het is heel logisch dat de markt zich gaat instellen op de behoeften van mensen. Nou, de behoeften van mensen zijn onderwijs voor mijn kind, zorgverzekering en ik moet zorgen dat ik wat eten kan kopen. Dus nou ja, uiteraard zal de markt zich op die 3 dingen gaan toeleggen. En het zal efficiënter zijn. Ik snap dat het voor sommige mensen een te grote sprong is van wat we nu hebben. Er zitten wel wat aardige dingen aan. Helpt het ook bijvoorbeeld over een vlaktax. We hebben nu een systeem gecreëerd met hypotheekrenteaftrek en toeslagen en huursubsidie en kinderbijslag en een ongelooflijk netwerk aan een oerwoud van allemaal toeslagen en belastingen. Nou, als je die allemaal afschaft en je zegt, we gaan allemaal een fair share betalen en we voeren dat kostenneutraal in, dan betalen we allemaal 16% belasting. En de economie gaat daar zo van groeien, omdat het opeens weer zinvol wordt om te werken. Het wordt lucratief om meer te werken. Het is niet zo dat je dan een armoedeval hebt, dat je meer geld krijgt van de staat als je de bank niet werkt, zit te Netflixen. Dus ik vond het wel interessant. Dus heb je wel eens nagedacht over een vlaktax? Ja, zeker. Ik vind dat er zeker een rechtvaardigheid in zit. Ik kan ook nog wel leven met een regressieve belasting, waar het percentage daalt naar gelang hoeveel je verdient. Maar ik vind dat ook voor vlaktax kan je een hele verre case maken, dat je zegt van,
voor hoeveel cent van elke euro is van mij. Dat vind ik mooi in Amerika. In elke Republikeinse primary wordt deze vraag een aantal keer gesteld aan de kandidaten. En dan is het altijd, hoeveel cent van mijn dollar is van mij? En het feit alleen al dat die vraag daar wordt gesteld, laat zien dat die mensen heel anders denken over de overheid. Dus ik zou die vraag graag, journalist, als jullie opletten, een keer aan de Nederlandse politici willen vragen. Moreel gezien of ideologisch gezien, van een euro die ik verdien, hoeveel van die euro is van mij? Ik ben benieuwd naar wat dan de antwoorden zouden zijn. Heel, heel weinig. De eerste half jaar ben je voor de staat aan het werk. En daarna wat je overhoudt mag je dan zelf houden. Nou, we knallen nog even door naar de OMT-tapes. Kan je daar wat over uitleggen? Ja, nou, er waren vergaderingen van het OMT. En die hebben ze opgenomen. Dus daar zijn opnames van. Normaal gesproken worden die gewist. Hebben ze niet gewist. En ja, de besluiten hebben we natuurlijk wel. Maar het is wel heel interessant dat die opnames er zijn. En wij willen natuurlijk graag weten, wat is daar gewisseld? Hè? Heeft Jaap van Dissel daar gezegd van, luister Hugo, een lockdown, daarmee dood je meer mensen dan je redt. Een avondklok, dat is onzin. Dat is echt totale bullshit. Als je, hè, dat gaat geen enkel virus stoppen. Mondkapjes werken niet. Maar we weten het dus niet. Nee, we weten het niet. Maar ze proberen dat. Maar het gekke is de weerstand vanuit het ministerie van VWS om die OMT-tapes te openbaren. Ja, daardoor krijg je bijna het gevoel dat er echt iets aan de hand is. Dus we hebben eerst natuurlijk een WOP-verzoek gedaan. Werd afgewezen, zijn we in verzet gegaan. We hebben een advocaat in de arm genomen. Een kort geding aangespannen. Dus we gaan nu Hugo de Jonge. Nou, eigenlijk Ernst Kuipers nu. Maar eigenlijk gaat het natuurlijk om Hugo. Wat heeft Hugo gedaan daar? En het staat op die OMT-tapes. En ik hoop echt dat we die op een gegeven moment... En loopt de crowdfunding nog steeds? Ja, we hebben een crowdfunding gedaan. Dus de kosten voor deze juridische procedure zijn nu gedekt. Dus we kunnen vol er tegenaan. En op basis van de grondwet, artikel 68... moeten wij als Kamerleden gewoon informatie kunnen krijgen als we dat vragen. Anders kan je de overheid niet controleren. Maar ja, dat stadium zijn we onder Mark Rutte al lang gepasseerd. En het is gewoon zo dat... Ja, er is een groot zwart gat. En dat heet het kabinet. En dat wordt gedekt door de coalitiepartijen. En wij krijgen gewoon geen openheid van zaken. En dat wordt vervolgd. Dus BVNL is ermee bezig om achter die tapes aan te gaan. Absoluut. Om erachter te komen wat er precies Pieter is gezegd. Is er ook mee bezig. Wij zijn er mee bezig. En ja, wij hebben nu een juridische procedure opgestart. En ik mag toch aannemen dat... Ze hebben in ieder geval toegezegd dat ze niet gaan vernietigen. Oké, nou dat is... Dat is al heel wat. Dat is al heel wat. Veel van die dingen die worden dan geheim verklaard. Nou, je moet een grondslag hebben om iets geheim te verklaren. Dat is nu altijd het belang van de staat. De eenheid van het kabinet. Nou, daarvan heeft het adviesorgaan dat daarover gaat... heeft al gezegd, ja, maar dat is geen goede grondslag. Die weigeringsgrond mag je niet gebruiken. Daarvan heeft Ernst Kuipers nu gezegd van... niks mee te maken, dat orgaan, kan advies geven. Ja, negeer je gewoon. Sterker nog, ze zijn een paar keer veroordeeld. Als de Volkskrant bijvoorbeeld een WOP-verzoek doet... en op een gegeven moment zegt de rechter dan van... luister, je moet dit openbaar maken op straffen van een dwangsom. Wat doet de staat? Ze betalen liever de dwangsom. Ja, dat gaat wel heel ver, hè? Van belastinggeld betalen ze een dwangsom... Exact, ja. Zodat de belastingbetaler niet weet wat zij aan het bespreken waren. Maar dit zijn echt totalitaire handelingen. Dat je weigert de wet uit te voeren. Je weigert de media inzage te geven. Je weigert Kamerleden informatie te geven. En zelfs als je veroordeeld wordt door de rechter... dan nog zeg je, dikke neus, ik betaal wel van jullie belastinggeld. Lieve burgers, betalen we de dwangsom. Want het belang van de staat. Nou, dat is onmogelijk. Schandalig. Nou, maar goed. Laten we dan even overgaan naar de laatste sectie. De kijkersvragen en de reacties. Ik moet zeggen, bedankt voor alle reacties. Hadden we veel reacties? We hadden bijna 200 reacties. 600 likes en 10.000 keer bekeken. Dus nou, alleraardigst begin. Veruit de meeste reacties waren heel positief. Wel een paar slechte voorstellen voor nieuwe namen. Dus we houden het op boven het maaiveld. Want Wiebrens Wijde Wereld, dat gaat hem echt niet worden, mensen. Van wie kwam die? Ik weet niet de naam meer, maar iemand die nu kijkt waarschijnlijk, die weet het. Nee, boven het maaiveld is goed. We willen allemaal boven het maaiveld uitsteken. Ik denk mensen ook dat het lid zijn van BVNL. Hè? Trouwens, als je nog niet lid bent van BVNL, ga naar de website www.bvnl.nl en word lid. Dat helpt ons enorm. Maar dat zijn allemaal mensen, vaak
ondernemers. Vaak mensen met, die iets aspireren, die goede banen hebben, die hard werken, die een gelukkig leven willen hebben. En die willen boven het maaiveld uitsteken. En die willen dan niet dat hun hoofd eraf gehakt wordt. Nou, ik heb eigenlijk twee reacties en vragen voor je. Maar ik zet ze in één vraag. Okay. De eerste vraag is, waarom ben je weggegaan bij FVD? En in het verlengde daarvan, wat is het verschil tussen BVNL, FVD en JA21? Had je me even op moeten voorbereiden op deze vragen. Ik ben 38 jaar lid geweest van de VVD. Oh. Nou, dat was soms heel erg leuk. Hè. Onder Bolkestein was dat fantastisch. Onder Joris Voorhoeven was dat een drama. Ik moet zeggen dat in het begin bij Mark Rutte had ik daar goede hoop op. Want hij, eigenlijk dezelfde filosofische insteek die wij hebben, had hij 15 jaar geleden wel. Van joh, het gaat om vrijheid en verantwoordelijkheid. En daar sta ik voor. En als mensen dat niet leuk vinden, dan stemmen ze maar niet op me. Toen dacht ik, dat is een eerlijk verhaal. Maar dat was blijkbaar niet zo eerlijk. Niet zo heel eerlijk, want nu is het helemaal omgedraaid. Ik dank God op mijn blote knieën dat de VVD mij eruit heeft gegooid omdat ik ondernemer ben. Want zelf was ik waarschijnlijk te loyaal geweest om daar weg te gaan. Je komt bij FVD terecht. Toen ben ik eerst nog anderhalf jaar in mijn eentje geweest. Hè. Gewoon dan kom je in niemands land terecht. Dan krijg je een kamertje ergens in de kelder. Zat ik naast Femke Merel van Kooten en naast Denk. En dat was heel erg leuk. Denk heeft me heel erg geholpen. Femke Merel was ontzettend aardig. Ik had een hele goede beleidsmedewerker, ambtelijk secretaris. Hè, Sam van der Pol, je kent haar. Dus we hebben toen een ongelooflijk mooi jaar gehad. Anderhalf jaar. Ja, en toen kwam er een moment. Het komt eigenlijk ook door corona. In de coronatijd was ik de eerste die vragen ging stellen bij al die maatregelen. Want de feiten klopten niet met de maatregelen. En toen heb ik Thierry ervan overtuigd van, joh, kijk daar nou eens naar. En op een gegeven moment zei hij, ja, dat klopt. En hij was toen nog aan het pleiten voor hardere lockdowns. Maar vrij snel ging hij om en zei, ja, je hebt gelijk. En toen zijn we samen gaan strijden tegen die coronawaanzin. En dat ging fantastisch. Toen kreeg je die coup, of coup, de uittreding. Van JA21? Ja, van Annabel en Joost. Nicky Pauverwey. Ik vond daar op het moment, ik vond het echt onzin. Echt, er was geen reden. Ik vond het een rare afsplitsing. Het was ook een beetje vooropgezet. En ik kon me daar niet in vinden. Maar ik was nog niet bij Forum aangesloten. En toen vroeg Thierry van, wil je niet mijn running mate zijn? Nou, prima. Zeker, dat doen we. 1 en 2 op de lijst, inderdaad. Ja, toen werd ik nummer 2. Dat vond ik een grote eer. En toen hebben we 3,5 maand een fantastische campagne gevoerd. En dat was echt leuk. En zeker in coronatijd was het ook een beetje gedurfd. Hè? Want we mochten, iedereen moest op die stomme stippen staan. En er kwam allemaal politie erbij. De politie werd steeds meer ook op onze hand. Hè? Want die zagen ook wel dat wij gewoon normaal bleven. En de sociale druk wel weer stonden. Dus het was een goede tijd. En alleen, daarna was toch de manier van politiek bedrijven van Thierry, maar ook van Freek en van Gideon, was anders. Hè? Het niet schuwen om het over de Tweede Wereldoorlog te hebben en continu vergelijkingen te maken. De ongevaccineerden zijn de nieuwe Joden. Ik voelde me daar niet prettig bij. En Hans Smolders en Olaf Evgriem ook niet. Dus na zes weken zijn we afgesplitst, omdat toch de manier van politiek bedrijven en de ophef die Thierry noodzakelijk vindt. En dat kan hij goed beargumenteren. Hè? Die ophef vindt hij noodzakelijk omdat hij vindt dat het systeem niet meer werkt. En ik probeer binnen het systeem op mijn manier wat te bereiken. En ik denk dat als je jezelf buiten het systeem plaatst, dan word je genegeerd. Misschien worden ze wel verboden nu. Ik zou dat verschrikkelijk vinden, maar dat is een verschillende manier van politiek bedrijven. En daarom zijn we gestopt. Dat was een vrij principiële keuze. Ik kan me ook voorstellen dat mensen denken van, ja, maar zo snel als je niet een beetje... Ja, want er zijn natuurlijk mensen in de comment section die misschien op FVD hebben gestemd, die misschien op jou hebben gestemd, juist als je ziet, vanwege je coronageluid, en die misschien nu een beetje aan het twijfelen zijn van, hè, wat moet ik nou? Want ik heb op FVD gestemd, ik ben het met heel veel dingen met ze eens, maar Wiebren vind ik een goede kerel. Dus ik kan me best voorstellen dat er wat mensen zijn die misschien daar wat duidelijkheid over willen van, wat krijg ik verschillend als ik stem op FVD dan als ik stem op BVNL. En jij maakt nu in ieder geval duidelijk dat FVD wil het buiten het systeem alles bewerkstelligen. Of denkt daar te kunnen bewerkstelligen. Ja, ja. En jij probeert het nog binnen het systeem. Ja, FVD kiest voor ophef. Ja. En met reden.
En die kiest ook voor een parallele samenleving met een forum coin en een forum dating app en een forum winkel. En dat vind jij niet interessant? Nee, we zijn in Nederland met z'n allen, 17 miljoen mensen, laten we het met elkaar doen. En laten we elkaar ervan proberen te overtuigen dat die hele socialistische, collectivistische, neo-marxistische wind die er waait, dat dat niet goed is voor ons allemaal. En daar wil ik in meedoen, hè, in die discussie. En ja, ik hoef geen forum coin of een forum dating app. Nee, dat wordt niet. Dat wordt, ja, dat zijn keuzes en het is volstrekt aan forum om dat te kiezen. Dat moet je doen, maar in dit geval zonder mee. Ja, wat is het grote verschil? Kijk, als je dat assenkruis tekent, hè, van links, rechts, conservatief, progressief, dan zie je de SGP en Ja 21 en forum eigenlijk op hetzelfde stipje zitten. Dat is toch een beetje religieus-conservatief. BVNL is veel economisch rechtser dan al die partijen. En ook weer seculier misschien. Ja, tuurlijk. Je mag geloven wat je wil, dat is geen probleem. Maar economisch zijn we gewoon rechts. Als jij werkt, moet je geld verdienen. Als jij in een laagbetaalde baan zit, moet je veel meer geld krijgen dan wanneer je in uitkering zit. Als jij geld hebt verdiend en je wil dat aan iemand geven, weg met die schenkbelasting. Als jij doodgaat en je hebt keihard gewerkt voor je geld, weg met die erfbelasting. Mooi man, zo'n jubelton. Inderdaad, vind ik mooi. Mensen die een ton geven aan hun kinderen. Ja, maar het is volslagen debiel dat je een jubelton, dat je blij moet zijn met een jubelton, terwijl het gewoon jouw eigen geld is dat je aan je kinderen geeft. Die hele solidariteit tussen generaties, dat is belangrijk. En de staat moet daar weg van blijven. Dus dat is in ieder geval een groot economisch verschil tussen BVNL en aan de andere kant Ja 21 en FVD. Ja, maar aan de andere kant zijn wij ook, denk ik, ruimdenkender of geliberaliseerder als het gaat over homohuwelijk, vrouwenrechten, euthanasie, abortus. Ja, ja. Je merkt dat bij de SGP, Forum en Ja 21, daar dat ligt moeilijk. Vaak uit religieuze overwegingen, maar ook gewoon uit conservatieve overwegingen. Ja, ik vind, iedereen gaat over zijn eigen leven. Je bent de maker van je eigen leven. Ga tekeer. En het klinkt misschien wel een beetje grof, maar als jij jezelf van het leven wil beroven, dan vind ik niet dat in het wetboek van strafrecht thuis hoort. Als jij jezelf wil ophangen, hang jezelf op. Be my guest. Okay, dus ik hoop niet dat je het doet. Nee, ik voel ook niet aangesproken. Nee, gelukkig. Nee. Dus kijk, als ik ook even antwoord erop mag geven, ik zie BVNL als de enige economisch zuivere partij van Nederland. Dat wil zeggen, een partij die vraag en aanbod begrijpt, die respect heeft voor eigendomsrecht. Ik weet dat er andere partijen op rechts zijn die ook ver erin mee kunnen gaan en ook niet voor kraken zullen stemmen. Dat is allemaal prima. Maar als je echt kijkt naar de filosofische zuiverheid, dan zie ik in Ja 21 en FVD geen zuivere verdediging van kapitalisme. BVNL benadert dat echt het meeste in mijn optiek. Dus dat is voor mij heel belangrijk als het gaat om vrijheden en inderdaad de niet-materiële vrijheden die je net benoemde, zijn voor mij ook belangrijk. Dus op die twee punten is het de andere partij. En dan nog wat jij meegaf, buiten het systeem, binnen het systeem, dat daar ook een verschil is. Dus hopelijk is dat duidelijk voor de kijker. Ja, misschien ook nog het verschil met de PVV, hè? Want dat is voor heel veel ook niet duidelijk. Goeie. Kijk, de PVV heeft natuurlijk een heel agressief anti-migratiestandpunt. Nou ja, wij zijn ook voor een asielstop. Wij zijn ook een anti-EU. Anti-EU ook, ja. Maar het gaat toch eigenlijk voornamelijk over migratie. En heel veel van de onzin op migratiegebied komt uit de EU. Ja. Wij gaan niet meer over onze eigen grenzen. Maar dus dat migratiestandpunt, oké, zij doen het op een hele agressieve manier. Maar in feite vinden wij niet zo veel anders. We vinden ook dat er een asielstop moet zijn en dat we het asielverdrag uit 1951 moeten opzeggen. Dat we Dublin weer in leven moeten of in ere moeten herstellen. Dat we veilige landers moeten uitzetten. Maar de rest van het, nou, voor zover er een verkiezingsprogramma is bij de PVV. De rest is, kan je één op één gelijkstellen met de SP. Ja, serieus. Ja, ja, ja. Maar het is bijna een SP-programma. Dus er zijn heel veel rechtse mensen die zeggen, nou, ik heb genoeg van die van al die immigranten, al die asielzoekers, al die beelden ter Apel, ik wil dat niet meer.
Maar die krijgen dan wel een SP-programma daarnaast. Ja, en dat is... het jammere is dat Wilders heeft deze keuze gemaakt. Hij zal zelf de redenen weten, maar zijn 2006 partijprogramma... en zelfs 2010 was nog vrij liberaal. Misschien zelfs een klein beetje richting libertarisme, sommige dingen die erin stonden. Hetzelfde geldt trouwens voor Trots op Nederland in 2006. Ja. Die probeerde toen een beetje van de libertarische wave mee te pakken. Maar ja, hij heeft toen een keuze gemaakt. Ik ga economisch slecht beleid voeren, maar enigszins rationeel beleid als het gaat om migratie en EU. Ja, maar als je dus ondernemer bent, ja, heb je er niks aan. Dan heb je er helemaal niks aan. Dan is dat echt een weggegooide stem. En dat is doodzonde. Hopelijk is dat duidelijk voor de kijkers. We komen zo snel mogelijk weer bij jullie terug met de volgende... Ik heb geen met de volgende, wij zijn al een uur bezig. Met de volgende uitzending. En ja, misschien dat we volgende week kindergingen hier naast ons hebben. Ja, die kwamen net tegen. En we hadden de vorige keer hier nog een stoel staan. Ja, klopt. Maar daar gingen mensen ook over klagen. Dus, Als mensen klagen, maakt ons niks uit. We luisteren naar niemand. Wij gaan over ons eigen leven. Maar de volgende keer gaan we wel proberen een gast te hebben. Mochten jullie ideeën hebben voor gasten, dan houden we ons aanbevolen. Maar we kwamen dus net Andreas Kinnegin tegen. Oud-Nederlands kampioen gewichtheffen. Maar dat is niet waar hij bekend van is, maar Maar in ieder geval, de volgende keer proberen we een gast te hebben. We proberen het ook één keer per week te doen, maar ja, we zijn heel erg druk. Hè? Nou ja, je hebt een heel druk schema op maandag in de kamer. We zijn alle twee heel erg druk. De komende week wordt weer een enorme heksenketel. Maar als het goed is, volgende week maandag weer. Nogmaals, ben je nog geen lid? Ga naar de website, word lid. En graag tot de volgende keer. Dank voor het kijken naar Boven het Maaiveld.